Leon Vlemmings, hartelijk welkom bij Hordische Kerkrade, aangesteld als nieuwe technische manager. Hoe is die samenwerking ontstaan? Allereerst bedankt voor het welkomstwoord. Ik ben nog heel blij mee. Trots dat ik voor deze mooie club ga werken. Nou ja, de eerste contacten zijn al een week of zes terug, denk ik. En vervolgens hebben beide partijen goed en geduldig de tijd genomen om te kijken of dat we met elkaar zouden gaan samenwerken. En ja, daar had ik een heel goed gevoel bij. Vooral de club. Met heel veel beleving. Wat ik altijd vind als ik in het stadion ben. En ook de inhoud van de functie past aardig bij. Zoals ik denk dat ik dat in wil gaan vullen. En, ja, dat heeft geleid tot dat we gisteren overeen zijn gekomen om te gaan samenwerken. Waarom is het een interessante klus voor u? Nou, men zocht hier, wat ik teruggeef vanuit de directie en raad van commissarissen, men zocht hier een technisch manager die niet alleen maar bezig is met, zeg maar, het elftal, samenstelling, in goed samenspraak met andere mensen, vooral natuurlijk met de hoofdtrainer. Hoe je dat neerzet voor het nieuwe seizoen. Maar ze zochten vooral iemand die daarnaast ook bezig is met structuur brengen in de organisatie. En met ontwikkeling daarvan en daar een leiding geven. Vanuit eerste elftal tot en met de jeugd. En dat raakte mij wel. En ik heb straks ook al gezegd in de persmoment. Is dat Roda de laatste vijf jaar, in 2008, 2009, een moeilijk jaar heeft gehad. Afgelopen jaar nog een keer en tussendoor prima heeft gepresteerd. Ja, en dat zijn twee hele aparte momenten in een hele korte periode. Terwijl in de 35 jaar daarvoor heeft de Roda een gemiddelde positie van 7,7 in de eindrangschikking behaald. Dat zegt iets over, ja, dat dit een hele mooie grote club is eigenlijk in de Eredivisie. Dus met heel veel potentie met achterland. Maar je mag niet, zeg maar, te veel van dit soort momenten hebben zoals binnen vijf jaar zijn geweest. En nou, dat heeft vooral te maken met dat de wereld ook veranderd is. En daardoor ook de voetbalwereld veranderd is. Nou, en Roda heeft ook een andere bedrijfsvoering gehad een aantal jaren geleden. Waar ze heel goed succesvol mee zijn geweest. Maar dat is wel anders geworden. Dus aan mij de vraag en eigenlijk de taak om daar met elkaar wat meer structuur en leiding aan te geven. De mensen kennen u vooral als hoofdtrainer voor verschillende BVO's. Daarnaast heeft u ook een bedrijf dat zich vooral richt op performance management. Welke ervaring heeft u daarin opgedaan die nu van toepassing zijn in uw nieuwe functie? Ja, allereerst dat je, als je nieuw bent, dat je niet meteen over je stempel moet gaan drukken en je mening over neer moet leggen. Het seizoen is ook begonnen. Ik ga eerst eens even heel rustig kijken naar wat hier eigenlijk allemaal gebeurt. En er gebeuren heel veel goede dingen, ongetwijfeld. En daarna ga ik wat meer contact maken met verschillende mensen. En vervolgens in gesprek met elkaar om te kijken om het nog beter te maken. En dat is sowieso iets, de manier zoals ik zie hoe ik zelf wil functioneren. En daarnaast de ervaring inderdaad die ik één op het veld heb gehad, maar vooral in de performance management kant binnen het bedrijfsleven en de voetballerij. Gaat het altijd om dingen met elkaar doen en de processen die je in gang zet. En dat is in de voetbalwereld is dat geweldig. Mooier nog als het bedrijfsleven, want ja, het gaat uiteindelijk elke keer om de wedstrijd proberen te winnen. Die ervaring die ga ik hier inbrengen. Je zegt, je bent eigenlijk net pas binnen, zojuist gepresenteerd bij de club. Maar heeft u wel al een beeld van het eerste elftal en eventuele verwachtingen voor dit seizoen? Ik heb de elftal twee keer gezien. Ik ben tegen Cambuur geweest kijken en ik heb uit tegen ADO heb ik gezien. En ik heb daar een beeld van hoe die selectie eruit ziet. En voor de rest doe ik daar geen uitspraken over. Omdat ik vind dat alles wat rondom het eerste elftal gebeurt, rondom de wedstrijden, de prestatie en ontwikkeling daarvan, dat ligt bij de hoofdtrainer, bij Ruud. En aan mij de taak is om te zorgen dat ook een taak is om te zorgen dat er zo goed mogelijk kan worden gepresteerd. Goede voorwaarden zijn voor hem met zijn team en zijn staf. En dat ik goed met hem daarin samenwerk. Als ik daar überhaupt al een mening over heb, dan zal ik die altijd delen met Ruud intern.